Salam alaikum al hebab. Salam alaikum. Ja, ik neem jullie mee op mijn reis. Een muzikale reis door Noord-Afrika. Dit instrument is een echt genauwe instrument. Adu, msaobin bilhadid. Ze zijn van staal gemaakt. Metaal. Dit instrument heet dus gembri en het is een Marokkaanse bas. En hij wordt gebruikt in de Gnawa muziek. Hij lijkt een beetje op een boot, of niet? Ja, hij lijkt een beetje op die slavenboot inderdaad. Je hebt dus helemaal niks nodig om lekker te chillen. Goedkoop en toch verantwoord, toch als Azabi? Wat? Wat? Gratis. Ah. En we steken over naar Algerije, naar Wahran, waar de vrijheid bezongen wordt door de jongeren. Waar ze over onderwerpen zingen die ze echt belangrijk vinden, zoals de liefde, de vrijheid en de schoonheid van de meisjes. Couscous, hè, met lam, couscous met kip. Couscous met groenten. Couscous met alleen maar groenten en hummus. Couscous salade. Hollands, sahbi, Hollands. Is dat Hollands? Ja, Hollands. Ja, dat is Holland. Couscous salade, Hollands. Ja, Hollands, ja. Hollands. Oh, daar denk ik niet aan, couscous salade. Maar Hollands. Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker. Zitten en moeten uitrusten voordat we verder gaan met de reis, kan ik net zo goed even een mooi verhaal vertellen over de Touareg. Heb je wel eens gehoord van de Touareg? Nee? De Touareg zijn een Berbervolk levend in de Sahara en de Sahel. Daar leven ze al meer dan 1000 jaar. Best lang, hè? Sst. Ze leven in de meest onherbergzame gebieden. Moet je niet denken dat de woestijngebieden alleen maar uit zand bestaan? Nee hoor, in de zomer kan het gemakkelijk 50 graden worden, maar in de winter is het een stuk kouder. Dan kan het 's nachts zelfs wel 15 graden vriezen. Brrr. Op de zon, de diva die met haar stem alle mensen verbond. Overal uit de hele wereld kwamen mensen naar haar optreden om haar te bewonderen. Zelfs koningin Juliana, de koningin. Of de oma van koning Willem-Alexander kwam eens een keer naar een optreden van Om Kulsoem.